Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LSP voor en more. En vandaag gaan we op pad met de Scania. Ja, ik wou wel zeggen met de Touran of TV. Nee, vandaag met Scania. En dat is de Scania. Geen idee welke. Sorry. Jullie weten dat vast wel. In ieder geval, hij is snel. Hij kan snel. En hij is zwaarlicht. Maar dan wel oranje. Oh, sorry. Wij gaan onze zware vracht ophalen. Van de Special Transport DLC of zoiets. En enorm blok hout lijkt het op. Het is natuurlijk niet gewoon maar een blok hout. Oh, ik rij echt als een maniak. Even remmen hoor, want die bochten halen we anders niet. Een enorm blok, de hut, weet ik het, huis, half huis. Ik heb geen idee, in ieder geval weet ik wel dat het soms moeilijk is om deze te vervoeren. Want ik heb het alles gedaan. Ik heb al eens die doos, zal ik maar even noemen, vervoerd. En ik weet dat het echt een gedoe kan zijn. Om die heel tussen bepaalde dingen, tussen twee vangrails of zo door te krijgen. Ik moet even gassen. De remsterkte is altijd een beetje. Ja, kijk, je probeert heel zacht te remmen en opeens sta je stil. Dat is altijd jammer. Maar goed. We zijn er bijna. 4 minuutjes in het spel is ongeveer 1 minuut. Hier zo, als we door kunnen en mogen rijden. Reis door, joh. Kijk, kan ik al rijden links en dan ga ik rechts al langs. Ik moet toch naar rechts hier namelijk. Zo, en daar gaan we alweer. En dan wordt dit kruispunt dadelijk helemaal mooi afgezet door de politie. En dan hebben wij weer onze twee... hoe heet die dingen? Zo. Vrachtcentrum, wat hadden we? We konden kiezen uit een hele grote doos, gigantisch IT-onderdeel of een rondje. Maar die doos lijkt me wel... Nee, de vorige keer hadden we ook wel zo'n... Nee, wacht. Ja, die pak ik. Zo, waar gaan we heen? We gingen naar Liège, geloof ik. Ja, kijk eens aan, joh. Mooi hoor. Hoppakee, fotootje. Nou, het hoef ik allemaal niet meer te zien. Doorgaan, ik snap het. Let's go. Oh, handrem. Hoppakee. Zwaarlichtjes staan aan. Zien jullie in de spiegel. Reflecteerd op de doos. Hoi. Ruime bochten maken. Zoals je ziet zit ik al bijna tegen de vangrail aan. In mijn rechterspiegel. Hallo politie. Hier ben ik de vorige keer ook begonnen, geloof ik. Dat is wel jammer. Zo, en we zijn vertrokken. Ik blijf een beetje in het midden rijden. Zoals je ziet zit de doos, of de box, de kist, zit eigenlijk nu al over de stoeprand heen. Dus dat is nu geen probleem. Hier staat bijvoorbeeld al een bordje, voordat we die meenemen. En dan denk ik eigenlijk dat het bordje een beetje gaat winnen. Als ik ze zag, metalen bord. Dus, gelukkig heb ik twee banen vrij. En zit die andere achter mij. En hij voor mij, zodat ik... zodat niemand... Ja, ik weet het, maar ja, ik moet toch... Ah, zie je! Oh nee! Jongen, jongen, jongen. Ik moet wel hier... Ze vragen of ik tussen hun in wil gaan rijden, maar dat gaat niet. Want ik moet wel links rijden, anders bij een bocht naar rechts knal ik gewoon. Ja, ik snap het, maar als ik nu recht... Kijk, moet ik nou echt laten zien wat gebeurt als ik hier gewoon netjes ga rijden? Dan knal ik op de vangrail. Nou, nu mag het dan. Knippel ik maar even aan. Dit hebben ze echt niet goed bedacht, geloof ik. Want die vrachtwagen die gaat of op mijn doos knallen, of ik knal op de vangrail, geloof ik.
Beter komen er geen tegenliggers. De volgende video van Euro Truck Simulator zal ik weer gewoon het transport doen. Naar misschien Zweden of zo. Of naar Noorwegen. Dat is misschien wel eens leuk, want daar kom ik niet heel vaak. Dus dan gaan we daar eens heen. Vanuit Amsterdam of zo. Even kijken of dat mogelijk is. Ik ga best snel, geloof ik, voor zijn transport. Deze strepen die je hier ziet, dat wil ik wel eens weten, want soms zie je dat op de snelweg, zie je één zo'n streep die dan vervolgens naar de, of twee, of in dit geval twee dan, hè, maar één die dan naar de vluchtstrook gaat. Is dat dan iemand die klapband heeft gehad of zo? Ik weet dat echt niet. Of een wiel dat blokkeert. Als iemand dat weet, mag hij me dat zeggen. Want dat, ik zie het wel vaker. Maar ik weet eigenlijk nooit wat het, wat er nou precies gebeurd is. Misschien weet niemand het. Of misschien zijn er gewoon heel veel redenen wat het kan zijn. We zijn in België. Dan moeten we ook eindigen. Dus dat is goed. Ja, jammer joh. Hij wou die vrachtauto wel even af laten remmen. Maar dat was niet nodig. Het ging naar rechts. Die bus wel. Die bus denkt gewoon, wat komt nu allemaal afgereden joh. En dan niet ik, maar dat busje daar. Want ik vind het best een rare manier om vervolgens een beetje naar je tegenligger zo te gaan rijden. En dan plaatsen we hem weer terug. Dat is toch... Dat kan ook op schrikreactie leiden. Ja, tuurlijk remmen ze af. Maar voor hetzelfde, dat hebben ze zo'n vrouw. Of, sorry, of een man die opeens naar rechts of naar links gaat omdat hij denkt van what the fuck gebeurt me hier. Maar goed, dat zal wel over na zijn gedacht. Het is altijd zo saai zonder muziek. Maar ja, als ik nu, en ik had net Spotify aan toen ik nog niet was aan het opnemen, en als ik nu Spotify aanzet, ja, dan krijg ik weer die claims van hoe heet dat, hoe heet die zooi, auteursrechten of zo. Copyright. Dat is geloof ik gewoon. Nee. Auteursrecht is gewoon Nederlands. Wauw. Goed. Wij zijn nog een uurtje en 16 minuten onderweg. En dan zit het er alweer op. Niet letterlijk hoor. Jullie hoeven niet nog een uur en een kwartier naar mij te kijken. Het gaat best snel. Elke 5 seconden gaat er een minuut af. Zoiets. Oh, zoiets. Hier staat voor politie. Zeggen, ik had het gevoel dat die andere minder uitstak, dus dat, ja, dat was nog makkelijker misschien. Oh, dat is de koppeling. Ik zit helemaal verkeerd. Ik weet het verschil hoor, maar ik dacht dat ik op de rem zat in plaats van de koppeling links. Oh, dat is een spoor. Ik ga vast afremmen. Want vaak als je daar in de buurt komt, gaan die heel toevallig omlaag. Nu niet. Maar ik kan wel flink afremmen. Zoek. Oh. Daarnet kwam ik ook voor de opnames. Dacht ik, de spoor kan er wel volle snelheid met 160 overheen. Nou, ik vloog met 250 de lucht in.
Kei mooi. Ik kan echt niet serieus rijden als ik geen opnames ben aan het doen. Dan ga ik echt gewoon... Deze Scania kan met gemak 170 zonder aanhanger. En ook wel 150 misschien met aanhanger. Ja, daar maak ik ook gebruik van. Ik zit nu ook gewoon met volle gas in. Gewoon vol de gaspedaal omlaag. En dan laat ik hem los. En dan geef ik hem volle gas. Maar eigenlijk rem ik nooit. Of doe ik heel voorzichtig. Dat doe ik niet. Ja, nu moet ik remmen. Natuurlijk. En bij zo'n waar het echt moet. Maar... Oh, krapper. We gaan even langzaam rijden. Want hij gaat alvast de snelweg op. Hij snapt dat hij stil moet blijven staan. En dan gaan we nu een hele mooie hellingproef krijgen. Tenzij we eerder stilstaan. Oh god. Ik geef vol gas, hè. Waar is die achterste? Het gaat maar naar toeteren. Waarom sta je stil? Oh, die staat daar nog te chillen of wat. Oh, we kunnen. Uah. Dat is het voordeel van automaat. Gewoon vol de gas indrukken. En dan kom je wel weg. Maar ik moet zeggen, met hand geschakeld is de hellingproef ook wel makkelijk te doen hoor. Ja, mensen, jullie willen inhalen, maar dat gaat zo moeilijk met die dooskist. Nou, we zijn er al bijna. Ja, jongen. Toeter op die gast hier links van mij, die nu links voorbij komt. Ook al heeft het helemaal geen zin als hij achter me zit en ik ga toeteren. Maar dat mag allemaal. Maar... Een flinke dode hoek daar zo. Ik heb echt geen idee wat achter me gebeurt. Nou, ik zou echt niet zomaar inhalen. Van in zo'n bocht. Maar goed, in principe kan ik ook wel rechts rijden. Zoals gewoon zo tot mensen normaal kunnen inhalen. We rollen langzaam omlaag. Met de rem een beetje ingedrukt. Daar staat politie tegengesteld op de snelweg. Lijkt me niet. Oh nee, dat is geen snelweg meer. Hopelijk komt er niks. Jawel dus. Maar die heeft mij gezien. En die snapt ook dat ik als een gevaarte omlaag kom. Iedereen die staat te kijken vind ik leuk. Let op, gevaarte komt eraan. Jij gaat niet daar staan, vriend. Dat is echt heel onhandig dit. Oh god. Gaat keigoed hier. Links afslaan. Daarna bestemming bereikt. Bedankt. Hoi hoi. Hoi. Boom. Trailer af. Oh, nou wacht, dat is radio. Handrem. Zoppakee. Geweldig, dat dacht ik toch. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Wauw, nieuwe. Na deze video. Ik hoop dat je hem heel leuk vond. Ik zou zeggen, tot de volgende. Doei!